Wat heb je daarvoor nodig? Nou, een t-shirt die dus een beetje te strak zit. Een schaar. Een liniaal. Een stiftje. Naald en draad. En een leuk stukje stof. En hoe ziet dan het eindresultaat eruit? Nou, zo. Super handig, want je hebt een hele originele achterkant. En hij is dus een stukje groter geworden. Waar begin je mee? Nou, je begint met het openknippen van je t-shirt. En dat moet natuurlijk wel in het midden. Nou, een simpel trucje is hem gewoon dubbel slaan. Kijk. Zo, en als je dan een beetje aandrukt, dan zie je ongeveer... Kijk, zie je hier zo'n lijn lopen. Als je daar de liniaal langs legt... en je zet op af en toe even een klein stipje... dan kun je gaan knippen. Zo, kijk, die is helemaal open. En hier komen dan de strikjes tussen. En die ga ik maken van dit stofje. En wat je ongeveer moet aanhouden is strikjes. Dat zijn een beetje langwerpige strookjes van 10 bij 5 centimeter. Kijk, dan wordt dit straks het strikje. Maar wat wel leuk is, als die zo samenkomt... is om een klein bandje te hebben van dezelfde stof die daar omheen gaat. Dus ga je hele smalle strookjes knippen van ongeveer 1 centimeter breed, 4 centimeter lang. Kijk, dan steek ik hem met naald en draad een paar keer heen en weer, zodat hij goed vast zit. En dan is je strikje klaar. En als hij goed vast zit, dan kan die tussen het t-shirt. En wat dan het mooiste is, is om de zijkanten van dat strikje aan de achterkant van je t-shirt vast te naaien. En dat doe je ook weer met naald en draad. Daarvoor kies ik dan nu, want ik heb een grijs shirt, grijs draad. Dat is het mooiste effect. Ik steek hier een paar keer heen en weer, zodat je eerst een goed beginnetje hebt. En dan kun je hem gaan vastzetten aan de binnenkant van je t-shirt. En dan is die af. Tataratam. Ik vind het een super handige oplossing. Een t-shirt een beetje te strak en nou niet meer. En een hele originele achterkant. Gaat deze tutorial nou iets te snel? Dat kan. Check dan even onze site eo.nl/hipvanop. Want daar staat... Ben jij nou nog geen abonnee? Zorg dan dat je dat zo snel mogelijk wordt. Want dan zie jij voortaan als eerste de nieuwste video's. En klik hier voor veel meer filmpjes.